Welkom bij het RTLZ Beursspel. Hier leer je beleggen zonder dat je risico loopt, want je belegt met fictief geld. En tegelijkertijd maak je wel kans op echte prijzen. Ruim 4000 beleggers doen al met ons mee, dus meld je ook aan via rtlzbeursspel.nl. In de serie Jim en Janneke beantwoorden we de vraag of dit een goed moment is om te starten met beleggen. En we gaan vooruitblikken en dat doen we met onze beurscommentator Dirk Veenstra. Zin in, wat verwacht hij voor de beurs nu we in een gedeeltelijke lockdown zitten? Maar we beginnen natuurlijk zoals altijd hier in de studio bij Jim Theopoering, 1 Vermogensbeheer. Leuk dat je er weer bent, Jim. Laten we even terugkijken op de afgelopen week. Wat viel je op in het beursnieuws? Nou, het cijferseizoen is weer losgebarsten. En dat is natuurlijk ook heel mooi voor de deelnemers van het beursspel. Want dan krijg je vaak veel bewegingen. Nou, wat mij direct opviel was dat bijvoorbeeld Samsung kwam vorige week met een aankondiging. En deze week ASML, Just Eat Takeaway in Nederland. En die hadden hele goede cijfers. Die lieten echt omzetgroei zien, ook boven verwachting. En dat is een beetje de nieuwe economie, veel meer tech. En gelijktijdig zag je bijvoorbeeld een TomTom, wat ook eigenlijk eerst tech was. De navigatiekastjes van vroeger, maar tegenwoordig software voor kaarten en navigatie in auto's. Ja, die presenteerde echt wel slechte cijfers eigenlijk. Ja. En je ziet een beetje dat zo'n automotive wordt hard geraakt. En je krijgt een tweedeling tussen aan de ene kant de wat oudere economie, banken, olie, en de nieuwe economie, echt tech, die het wel heel goed doet. Ja, dus die misschien zelfs wel profiteren van corona in plaats van er last van hebben. Scholieren en studenten die nemen het in het beursspel tegen elkaar op en wij volgen de strijd. Het damesteam van BNR Beurs van de Erasmus Universiteit Rotterdam trapt af. Hoe denken zij dit jaar te gaan winnen? Dit team van studentenbeleggers is er klaar voor. Ik ben Willemijn, 15 jaar student economie en rechten. Mijn naam is Kaching en ik ben derdejaars bedrijfskunde student. Mathilde, eerstejaars masterstudent marketing management. Ik ben Esmee, masterstudent finance and investments. Martine en ik ben masterstudent data science en marketing analytics. Ze strijden tegen duizenden deelnemers, maar vooral ook tegen het mannenteam van de Erasmus Universiteit. Wij zijn in principe allemaal studenten, maar we zitten allemaal bij BNR Beurs. Dat is een investeringsvereniging in Rotterdam. Zo kennen wij elkaar ook. Dus we hebben al best wel eigenlijk bij elkaar wat aantal jaren ervaring. De strategie is helder. Nu zeker met corona en alle omliggende gedoe in Amerika met de verkiezingen, gaan we heel erg focussen op de events. Dus kijken of de aandelen reageren op de uitslagen van de verkiezingen, dat er weer iets gebeurt met corona. En zeker aangezien op korte termijn is, denken wij dat daar op dat gebied de meeste winst te behalen valt. En omdat we met z'n vijven zijn, zijn we altijd gewoon continu up-to-date. We zitten allemaal op ons telefoon, lezen de krant, artikelen die voorbij komen delen we gelijk. Dus juist het met z'n vijven continu inspelen op alle situaties op de markt, daarvan denk ik, ja, dat doe je toch beter dan een individuele belegger. Maar we hebben bijvoorbeeld nu gekozen voor Zalando. En daar verwachten we juist dat het weer gaat oplopen, omdat mensen nu thuis zitten. Wij kijken naar meerdere sectoren eigenlijk, dus bijvoorbeeld de farmacie-industrie. Dat zijn bedrijven die ook nu op dit moment coronavaccins aan het ontwikkelen zijn. En als bijvoorbeeld een volgende fase ingaan, dan kan het aandeel in waarde stijgen. Ze delen de collegebanken. En dus? Ik denk dat ze niet heel veel zullen afwijken van onze strategie. Voornamelijk omdat we ook best wel beperkt zijn in het termijn van 2 maanden. En de meesten ook wel zullen inspelen op de situaties die gaande zijn met corona, de Amerikaanse verkiezingen. Maar de portefeuille van de mannen is toch heel anders. Dat zie je volgende week. Jim, de dames hebben er in elk geval goed over nagedacht. Is dit de manier om te winnen ook? Nou, dat gaan we zien natuurlijk. Wat heel erg duidelijk opvalt is dat ze zeggen van we kijken naar events. Ook dat ze zeggen van we kijken naar bedrijven die het onder corona goed zouden kunnen doen. En wat ik sterk vind is dat ze gaan voor de consensus. Hè? Wat vinden we met z'n vijven? Ja, het gevaar is wel een beetje natuurlijk dat je de hele tijd in en uit gaat. Korte termijn transacties. Juist wat vrouwen, hè, daar weet jij, heb je zelf veel over geschreven. Vrouwen beleggen beter. Precies, doordat ze niet te kort op de bal zitten normaal gesproken. En rustig blijven als de beurs beweegt.
Ze zeggen wel natuurlijk, ja, we hebben 2 maanden en dan moet het gebeuren. Maar ik denk als ze ook nog rustig blijven en niet alleen maar in en uit gaan, zoals de mannen waarschijnlijk doen. Ja. Hoor ik hier nou een klein staaltje mansplaining? Is dat je tip? Ja, eigenlijk wel. Ja, rustig aan. En, misschien moeten mannen wat vaker naar vrouwen luisteren. Hè? Dat moet je niet thuis bij mij vertellen. Maar wel op de beurs, absoluut. Oké. Aandelenkoersen zijn lang gestegen, wereldwijd. Maar door het coronavirus zijn de vooruitzichten voor de economie onzeker geworden. En misschien vraag je daarom wel af, moet je nu nog starten met beleggen? Het antwoord op die vraag is ja. Tenminste, als je van plan bent om voor een termijn van jaren achter elkaar te gaan beleggen. Beleggen in aandelen moet je sowieso niet doen voor de korte termijn. Verdeel je geld ook goed over meerdere beleggingen. Historisch gezien heeft beleggen op die manier gemiddeld zo'n 7% rendement per jaar opgeleverd. En om je gerust te stellen, na de uitbraak van corona zijn de aandelenbeurzen flink hersteld. Ja, we kunnen de toekomst natuurlijk niet voorspellen. Maar één ding is zeker, ook in de toekomst komt er weer een periode van flinke koersdalingen. Maar wanneer dat zal zijn en hoe lang het zal duren, dat weet niemand. In de tussentijd kun je beter wel beginnen met beleggen. Beleg bijvoorbeeld iedere maand een vast bedrag in een beleggingsfonds of een ETF. Als je wacht met starten, dan mis je het hele rendement dat je had kunnen behalen. Tegenover dat mogelijke hoge rendement staat wel dat je risico loopt. Maar als je een duidelijk doel voor ogen hebt, zoals bijvoorbeeld een sabbatical, dan krijg je dat geld waarschijnlijk niet bij elkaar door te sparen. De rente is al heel erg lang laag. Maar haal niet je hele spaarrekening leeg, want zelfs niet als de rente nul of negatief wordt. Want spaargeld heb je nodig om aan noodgevallen te besteden. Niemand kan de markt voorspellen, maar één ding weet je wel. Als je niet belegt, maak je ook geen rendement. Wie zijn geld wel belegt, heeft zicht op rendement. Start dus nu, maar beleg voor de lange termijn en goed gespreid. Succes! En in Amsterdam op Beursplein 5, daar staat onze beurscommentator Dirk Veenstra. Welkom Dirk, leuk dat Hallo. Je er weer bij bent. Dankjewel. En we zitten net weer in een gedeeltelijke lockdown vanwege corona. Zie je dat terug op de beurs? Ja, alleen door het feit dat er minder handelaren zijn op deze beursvloer aanwezig. Dat zie je in gevallen, maar ook aan de koersen zie je dat van sommige fondsen in ieder geval. Vorige week maakten we ons zorgen over Basic Fit. Komt er een lockdown, dan gaat het aandeel fors naar beneden. Nou, zij mochten open blijven, zo lijkt het. Dus dat ziet er goed uit. Maar fondsen als Snow World gingen heel hard onderuit. Fondsen als Sligro, die een groothandel die levert aan de horeca bijvoorbeeld. Ja, die heeft grote problemen. Dus die gingen hard onderuit op de beurs. Jim, hoe denk jij daarover? Zie je dat corona een grote rol speelt voor onze beleggingen of valt het wel mee? Ja, absoluut. We hadden het er net al even over. Dat je een soort van tweedeling ziet ontstaan tussen bedrijven die getroffen worden. Bijvoorbeeld de banken, want die hebben die kredieten uitstaan. Als er dan bedrijven failliet gaan, ja, dan komt dat uiteindelijk terecht, die schuld, bij de banken. En banken staan onder druk. Dirk noemde net al bijvoorbeeld een Sligro. Oliebedrijven en aan de andere kant de tech, de nieuwe economie, die gewoon wel vaart bij corona. Dirk, laten we even vooruitblikken. Vraag ik even aan jou, wat gaat de beurs doen de komende tijd? Wat zijn de belangrijke momenten straks? En als het om events gaat inderdaad, dan kijken we natuurlijk vooral uit van wat gaat er gebeuren met corona. Komt er deze tweede golf, komt er zometeen een derde of komt het vaccin toch heel snel? In de tussentijd wordt heel veel uitgekeken naar van komt er nog een extra steunpakket. Steunpakket hebben wij in Nederland wel redelijk voor elkaar. Maar in Amerika bijvoorbeeld, de grootste economie van de wereld, is dat nog steeds niet in orde. Komt misschien pas na de verkiezingen of komt het überhaupt wel? Zijn beurzen echt nerveus over? We hebben natuurlijk verkiezingen zometeen sowieso in de VS. Nou, de verkiezingen, dat, normaal is dat een rimpeling, zou je zeggen, in een vijver. Maar wat als er een uitslag komt? Waar bijvoorbeeld Trump niet mee akkoord gaat. Dan krijg je heel lang onzekerheid. Houdt de beurs, houden beleggers ook niet van. En we hebben natuurlijk nog de Brexit. Hè, dat moet dan formeel rond zijn per eind van het jaar. Er wordt nu zelfs nog over gesproken. Komt er een deal? Komt er geen deal? Ja, spannende momenten voor de beurs. Waardoor we best een keer een klapje omlaag kunnen krijgen. Ja, en zeg nou eens eerlijk. Kan je nou echt nu nog beginnen met beleggen? Of met zoveel onzekerheid? Of zeg je van nou toch maar even die verkiezingen. Of misschien het verloop van corona afwachten? Nou, ik zou met een schuin oog naar corona en bijvoorbeeld naar verkiezingen kijkend wel degelijk proberen te beginnen in ieder geval. Ligt niet alles in één keer op tafel. We gaan niet alles in één keer investeren. En zoek heel goed naar de fondsen waarvan je denkt dat die van dat soort events, van dat soort gebeurtenissen kunnen profiteren of helemaal geen last van hebben. En als je dan toch begonnen bent, dan zul je zien dat het misschien wel mee gaat vallen. Maar goed, wees voorzichtig in ieder geval. Goed, Dirk en natuurlijk ook Jim, dank jullie wel.
Ja, doe je nog niet mee met het beursspel, meld je dan even aan. rtlzbeursspel.nl, daar doe je dat. En wie weet win jij dan wel die dag leven als een miljonair. Donderdag, dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending hier op tv. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Het RTLZ beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.